Dank u wel. My heart is sad and lonely. For you I cry, for you, dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing and wonder why it's me. I can't believe it, so hard to conceive it that you turn away romance. Are you pretending this looks like the end? And unless you would give one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I can't believe it, it's hard to conceal that you turn away your romance. Are you pretending this looks like the end? And unless I could have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. Don't you know that I'm yours for just the taking? Dank u wel. Baki Djamane en Vincent Arp, dank jullie wel. En zij komen straks weer bij ons terug als wij weer een intermezzo zullen aankondigen. We gaan het eerste wat diepgaandere debat voeren. En het artikel 50, het is al genoemd, staat daarbij centraal. We praten met Bastiaan Rijpkema, jurist, rechtsfilosoof, verbonden aan de Universiteit Leiden. En Jan-Willem Sap, die is hoogleraar Europees Recht, onder meer bij de Open Universiteit te Heerlen, maar ook aan de Vrije Universiteit hier in Amsterdam. Heren, welkom. Misschien allereerst... Die vraag lag net al op tafel. Wordt het Nederlandse volk inderdaad in dat artikel als volk vertegenwoordigd? Hoe kijkt u daar tegenaan? Dan moeten we terug naar de geschiedenis. Want dat artikel stamt eigenlijk uit de patriottentijd, 1798. En ik denk dat de sfeer van het artikel wil zeggen... niet meer allemaal soevereine provincies... met Friese, Groningers, et cetera, Hollanders... Maar de Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk. Dus we zijn een eenheidsstaat. En dat zit er volgens mij achter. Dus je wil af van dat gedoe van al die provincies die meenden dat ze in die tijd, voor die Bataafse omwenteling, eigenlijk dat ze soeverein waren. Dus je kan er ontzettend veel van leren als je ook kijkt naar Europa. Nederland was natuurlijk in 1579... Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, was een confederatie. Al die provincies die meenden soevereiniteit te hebben. Toen is in die patriottentijdjes gezegd, dat is veel te veel gedoe met die postkoeksen heen en weer de hele tijd naar de Staten-Generaal. We worden daar gek van.
We doen gewoon dat de Staten-Generaal, de basis, niet steeds heen en weer met die postkoetsen over de Zuiderzee met de bootjes en tjalken. Je geeft het mandaat eenheid over. Staat. Ja. En je zou ook wel willen zeggen dat Nederland als eigenlijk een federaal concept of een confederaal wat dan langzaam een federatie wordt, dat Nederland eigenlijk de tools in handen heeft om ook aan Europa te leren hoe je dus van een confederatie langzaam opschuift naar een federatie. Net zoals je het zou kunnen zeggen, het Europees Parlement vertegenwoordigt het gehele of alle burgers van Europa. Zo'n soort artikel is het. Wat ik mijn bezwaar heb, dat wil ik meteen even zeggen, wat mijn bezwaar is tegen het artikel, is dat je ook, vind ik, moet kijken naar, is er misschien ook een soevereiniteit buiten de Staten-Generaal? Denk aan een directe democratie met een referendum. Denk aan de civil society, die ook van alles wil in Nederland. Dus misschien is het artikel ook in dat opzicht toch al een beetje ouderwets. Het stamt dus echt uit de 18e eeuw. Oké. Bastiaan Ruijkema, ik ben benieuwd hoe jij als rechtsfilosoof naar dit artikel kijkt. Ja, op een vervelende manier, denk ik. Want dan ga ik het natuurlijk meteen een beetje proberen te problematiseren, als je dat goed vindt. En kijk, je kunt je afvragen hoe democratisch eigenlijk het begrip volk is in dat artikel. Hè? Want wat is dat nou eigenlijk, het Nederlandse volk? Dat is best wel een lastige vraag, zou ik willen zeggen. We gebruiken dat woord natuurlijk heel makkelijk. Net zoals we heel veel woorden makkelijk gebruiken. Hè? Bijvoorbeeld het woord vitamine gebruiken we allemaal, zonder dat we precies weten wat een vitamine is, als ik nou zou vragen, wat is een definitie van vitamine? Alleen, wij zijn geen medici die bezig zijn met onderzoek naar vitamine, maar we zijn wel burgers in een democratie. En dan is het wel belangrijk om te weten wat dat dan betekent, dat begrip volk. En ik denk als je daar langer over nadenkt, dat je misschien wel ziet dat zo'n woord als volk, of het begrip volk, het idee, ook op een bepaalde manier uitsluitend werkt. Want, en het is even wat gedachtenstappen voor nodig, maar zodra je een betekenis gaat toekennen aan dat Nederlandse volk, aan wat dan het Nederlandse volk is. Hè. Dat is ook iets wat nu in de politiek vaak naar voren komt. Hè. We moeten het Wilhelmus gaan zingen, de vlag moet in het parlement, et cetera. Zodra je daar dus betekenis aan toe gaat kennen, dan ontstaat daarmee ook de mogelijkheid dat je een deel van de Nederlandse burgers, waar het uiteindelijk echt om gaat, die vertegenwoordigd worden in dat artikel, uitsluit. Dus je zou eigenlijk misschien kunnen zeggen dat je van dat begrip volk af moet in zo'n artikel en gewoon het moet hebben over de Staten-Generaal vertegenwoordigen alle Nederlandse burgers. Want dat is uiteindelijk het criterium waar we ook in de rest van de grondwet bij aansluiten. Nou ja, dat wil ik jullie dan maar meteen vragen. In artikel 1 hebben ze het eigenlijk heel mooi opgelost. Ze zeggen gewoon allen die zich in Nederland bevinden, ongeacht of dat iemand is die tot het volk wordt gerekend. Daar brandt men zich niet in dat artikel aan, nee. Die omschrijving. Ja, ik ben het wel met jou eens dat je onderscheid moet maken tussen een burger en een niet-burger. Kijk, wij zitten als Nederlandse burgers met elkaar in een sociaal contract. We betalen belastingen, we krijgen een uitkeringetje als je geen baantje met, of als je je benen breekt of je nek breekt, weet ik veel. We hebben een soort georganiseerde solidariteit met elkaar. En ik denk dat je niet moet zeggen dat je het onderscheid tussen burger en niet-burger laat wegvallen. Dat gelijke behandelingbeginsel begrijp ik wel, dat je dat geldt voor een ieder. Als je hier komt en je wordt in elkaar geslagen en je komt uit Frankrijk of uit Rusland, heb je ook recht op steun, tuurlijk. Maar het is niet de bedoeling dat iedereen hier een uitkeringetje kan komen halen uit de hele wereld. Dus dat onderscheid tussen burger en niet-burger, ja, zou ik toch wel willen handhaven. Ja. Ja. En dan is daarmee toch ook het onderscheid richting wie wel of niet deel uitmaakt van dat volk. Precies, en dan zou ik willen pleiten om het woord volk, en dan ben ik met je eens, dat je zegt, zie dat nou maar gewoon als gemeenschap van mensen. Want dat volk heeft toch een soort etnische, ja, gevoel, oh, hè, met de blauwe ogen of de rode haren, weet ik veel. En nou hebben we dus al Friezen in ons bloed zitten en Brabanders en Limburg. Ik vind hem hartstikke leuk. We hebben ook Surinamers, Turken, Marokkanen. Het hoort er allemaal bij. Het is een gemeenschap van mensen. En de Staten-Generaal, en ik denk ook wel de koning, die vertegenwoordigen allemaal dat Nederlandse volk. Want toen, in 1798 was het artikel geplaatst, toen heel kort daarna kwam, in 1805 dacht ik, kwam een soort regime met een sterkere leider. Dat was al Napoleon, had je daar in Frankrijk en zo. Toen hadden wij, misschien kennen jullie die naam wel, Rutger Jan Schimmelpenninck. En die is toen een korte tijd, is die eigenlijk raadpensionaris geweest. Eigenlijk een beetje op de hoogte van
het Oranjehuis, later ook de broer van Napoleon Lodewijk. En die Schimmelpenninck, die wilde eigenlijk al, die zei van ja, de Nationale Vergadering vertegenwoordigt het volk. Ik eigenlijk ook als de leider. Dus je zou ook dat artikel kunnen invullen als het hoofd van de uitvoerende macht, de koning, plus de Staten-Generaal vertegenwoordigen alle Nederlandse burgers. Dan ben je ook klaar. Heb je het wat gemoderniseerd? Ja, nou, het zijn al heel veel ingrijpende wijzigingen. En we weten hoe moeilijk het is om de grondwet te wijzigen. We hebben net al inderdaad het voorstel Halsema voorbij horen komen, wat helaas gesneuveld is. Dus laten we dan gewoon bescheiden insteken, zou ik zeggen. Misschien moeten we dan de handen ineen slaan voor de wijziging naar alle Nederlandse burgers. Ik denk dat het ook een veel realistischere weergave is van wat in de grondwet bedoeld wordt met dat woordje het hele Nederlandse volk. Ja, dan moet ik wel als nog meteen een slag door, want lost dat vervolgens het probleem op waar het natuurlijk over zou moeten gaan, namelijk of mensen zich vertegenwoordigd en gehoord voelen. Gerdy Verbeet begon er ook al over. Is daarmee het gevoelen van het volk inderdaad beter vertegenwoordigd? Nou, ik denk niet dat dit is geen oplossing daarvoor. Nee, het is alleen een verduidelijking van wat er in het artikel staat. En als je ervoor wil zorgen dat burgers zich meer vertegenwoordigd voelen, als het ook daadwerkelijk een zorg is, hè, dat mensen denken van ik word niet voldoende vertegenwoordigd, dan moet je aan andere dingen gaan denken. Traditioneel wordt er natuurlijk naar referenda gekeken daarvoor. Ik denk zelf overigens dat je dat ook veel meer in de vertegenwoordigende democratie als zodanig kunt vinden. Maar goed, we kunnen natuurlijk ook de referenda even op tafel leggen. Precies, en je kan ook gewoon lid worden van een maatschappelijke organisatie, terwijl je dus als bijvoorbeeld burger mag je eens in de 4 jaar dan een stem uitbrengen. Word lid van een vakbond, word lid van een boerenclub of van een club van postzegelverzamelaars en je kan binnen 2 dagen kan je een afspraak maken met die minister. Dus ik denk dat die vertegenwoordiging, die loopt niet alleen via dat 1 keer in de 4 jaar je briefje invullen of zo, een vakje rood maken, maar dat loopt ook doordat jij jezelf organiseert in een groep. Die groep kan heel snel toegang krijgen tot de uitvoerende macht of tot Kamerleden. Die vinden het altijd geweldig als er dan mensen van een maatschappelijke organisatie opzoeken. Ja, al dat individualisme maakt ook dat je minder invloed krijgt. Ik zou zeggen, word weer lid van een club. Wat mij dus opvalt, jij maakte ook een mooi pleidooi op wat mensen zelf kunnen doen. Daar zegt de grondwet eigenlijk niks over. Die zegt eigenlijk niks naar de burgers zelf van wat er van hen verlangt of verwacht wordt. Het is niet alleen een kwestie van rechten. Het is ook een kwestie van plichten die we als burgers meer moeten voelen om je in te zetten voor het publieke belang. Om samen je in te zetten voor betere zorg in de buurt, voor de veiligheid in de buurt. Ik denk dat je niet ook de hele tijd een beetje soort wezenloos naar die Staten-Generaal moet kijken die het dan allemaal moeten regelen. Ga zelf eens wat doen. Maar heb je er een verklaring voor waarom in de grondwet niet ook een appel aan burgers wordt neergelegd? Nou, ik vind het een hele goede vraag. We hebben toen in de Nationale Conventie geprobeerd om een charter te creëren met rechten en plichten, zodat het publieke belang veel meer voor de mensen iets is waar je voor gaat inzetten. En ik heb het idee dat veel Nederlanders op dit moment een beetje op hun Facebook zitten te kijken of laveloos voor de tv hangen de hele dag. En dat is jammer. Ik heb heel veel respect voor een samenleving waar de burgers gewoon actief zijn tussen de verkiezingen door zich in te zetten voor de dingen om je heen. Dat kan een buurthuis zijn of vrijwilliger in een ziekenhuis. En ik mis een beetje dat democratie is volgens mij veel meer dan alleen maar een hokje rood maken. Applaus, ja. Dan wil ik het toch weer een beetje nu voor de burgers dan opnemen. Hè? Want die hebben nu al heel harde klappen gehad. Blijkbaar ontlokt het wel applaus. Het zullen allemaal politici zijn die in de zaal zitten. Ze zijn hier weggezet als laveloos Facebookend en televisiekijkend. En niet gericht op organisatie of tegenkracht. Precies. Applausje kon er nog net vanaf. Lees inderdaad. Top viel. Je hebt het allemaal al gezegd. Nee, zeker. Ze zullen ook laveloos inderdaad naar de livestream liggen te kijken nu op de bank. Maar toch nog eventjes iets voor je burgers. En dan eventjes dus toch een beetje de focus verplaatsen ook naar wat politici kunnen doen en wat ze denk ik beter zouden kunnen doen om die burgers beter te vertegenwoordigen. Een van de dingen die ik mis, en dan hebben we het over de Europese Unie in de Nederlandse context, is daar serieuze aandacht voor bij politieke partijen. En dat is niet zomaar een loze kreet van goh, daar zouden ze het meer over moeten hebben. Maar een heel specifiek voorbeeld is voor mij dat in de verkiezingscampagne die we dit jaar gezien hebben, er eigenlijk, bijna geen aandacht was voor waar moeten naartoe met de Europese Unie straks. Je hebt een aantal partijen gehad die het wel geprobeerd hebben soms aan te kaarten, maar de Europese Commissie die heeft zelfs geprobeerd dat debat te stimuleren. Die heeft een aantal scenario's neergelegd, een menu waar je uit kon kiezen.
Maar de partijen die waren niet te verleiden tot een duidelijk standpunt daarin. Hè? Dat je zegt van nou, als je op mij stemt, dan krijg je optie B of dan krijg je optie C. En dat wordt dan tijdens die verkiezingscampagne sneeuwt dat onder. En dan krijg je vervolgens straks in 2018, als Merkel inmiddels op de rit zit en met Macron de tandem kan vormen, dat het opeens heel hard gaat. En dan gaat iedereen aan de noodrem hangen in Nederland, wat niet zoveel effect zal sorteren. En zullen heel hard roepen van ja, dit is niet wat we willen, dit is federaal, et cetera. Rutte zal zeggen dat ze naar de opticien moeten, omdat ze last hebben van vergezichten, et cetera. Ja, dat is dus heel makkelijk. Dan geef je weer de mensen in Brussel de schuld. Terwijl je dat debat zelf hebt laten liggen tijdens de verkiezingscampagne. En daarmee, dan maak ik het mee af. Nou nee, ik wil je eigenlijk helpen. Want nou, ik ben heel blij met hulp hoor. Maar het is net het punt dat ik wil maken. Ik denk dat je dus daarmee de kiezer een keuze ontneemt op het moment dat je ze niet die keuze voorlegt in de verkiezingscampagne. Want dan kan ik een partij kiezen waarvan ik later wil weten wat hij in Brussel gaat doen. En dat is wat ze moeten doen. Nou, daarom wil ik dat bij je neerleggen. Is dat nou een hulp of niet? Artikel 91 zegt: het Koninkrijk wordt niet aan verdragen gebonden en deze worden niet opgezegd zonder voorafgaande goedkeuring van de Staten-Generaal. Je zou kunnen zeggen, nou, daarmee ligt er een hele nadrukkelijke verantwoordelijkheid van de Staten-Generaal om namens Nederland in Europa te acteren en verdragen te accorderen, maar andersom misschien ook wel uit te leggen waarom je bepaalde dingen steunt. Ja, eens. Ja, ik vind het natuurlijk niets leuker als ook jurist om de grondwet erbij te pakken. En het is inderdaad zo dat ze artikel 91 wel huldigen, omdat ze dat in het parlement braaf doen. Dan debatteren ze daarover en stemmen ze erover. Alleen wat ik zou willen is dat artikel 91 wat grotere reikwijdte krijgt en dat die discussies gevoerd worden op het moment dat ik een keuze heb, namelijk bij de verkiezingen. En dat ik dan weet wat het CDA vindt en welke kant Rutte vindt dat de EU nou op moet. Er is wel een spanning tussen volkssoevereiniteit en Europa. Kijk, na de Tweede Wereldoorlog had dat nationalisme en die volkssoevereiniteit had toch ook geleid tot 14 miljoen doden. De Russen, de nazi's. En ik denk dat ze na de Tweede Wereldoorlog hebben gezegd: mensen, kijk uit met dat volkssoevereiniteit. Laten we beginnen met de mensenrechten. EVRM, 1950. Daarna zeiden we: Europese gemeenschap voor kolen en staal. Alle oorlogsindustrie onder supranationaal hoge autoriteit. Waardoor je ook voorkomt dat dat nationalisme en die volkssoevereiniteit en die nationale parlementen grip krijgen op een oorlogsindustrie. Dus mijn visie is eigenlijk dat de EU ervoor heeft gezorgd dat wij nu in vrede kunnen leven. En dat dat eigenlijk min of meer ook door elites aan ons is gegeven als een geschenk na de Tweede Wereldoorlog. Vervolgens hebben we gezegd, nou, we gaan het EP creëren, we gaan het Europees Parlement rechtstreeks verkiezen, we gaan het proberen democratisch te maken, maar het concept van de Europese Unie als zodanig is juist expres boven de volkssoevereiniteiten van al dat nationalisme, is juist supranationaal, is juist ten dienste van de rechtsstaat. En dat vond ik leuk dat Gerdy dat ook zei. Het gaat niet alleen om democratie, het gaat om een democratische rechtsstaat. En ik denk dat wij God op onze blote knieën mogen danken dat er zoiets is geweest als Europa die de rechtsstaat heeft veiliggesteld. Want dat democratie en dat volkssoevereiniteit, het is levensgevaarlijk als je niet uitkijkt. Ja, daar ben ik het op zich niet mee oneens. Ik denk alleen dat je. Ik ben heel blij dat je dat zegt. Ik denk wel dat je dan. Ik denk wel dat je ervoor zou moeten waken dat de besluiten die worden genomen over de Europese Unie niet op een of andere manier toch nog door burgers beïnvloed kunnen worden. Tuurlijk. Want dat leidt tot onvrede bij die burgers. Ja. Dat betekent niet dat je per se de Europese Unie zoals die nu gebouwd is, waarvan ik helemaal erken dat die in eerste instantie is opgezet, juist als ook een waarborg voor de rechtsstaat in de verschillende lidstaten, als een supranationale beperking zou je kunnen zeggen van de volkssoevereiniteit in die staten. Dus dat erken ik volledig, die oorsprong. Alleen dat je er vervolgens wel voor moet zorgen dat je, dat hoef je niet per se te gaan verbouwen nu in één keer en dat opeens radicaal democratisch proberen te maken, als dat al zou lukken. Nee, probeer dan die democratische legitimatie daadwerkelijk handen en voeten te geven in het nationale parlement door daar ook een serieus debat te voeren. Maar de kernvraag die natuurlijk toch op tafel ligt, is daarvoor een wijziging van zo'n grondwetartikel nodig? Of is dat eigenlijk iets wat je gewoon op dagbasis moet organiseren in civic society en dat soort dingen? Nee, kijk, uiteindelijk zijn voor waar het met de Europese Unie naartoe gaat verdragswijzigingen nodig. En die zullen er ook komen uiteindelijk weer in de toekomst. Alleen, het gaat erom dat die verdragswijzigingen op een bepaalde manier gedragen worden door wat burgers in die nationale lidstaten vinden. En daarom moet dat debat tijdens nationale verkiezingen veel beter gevoerd worden. Maar heeft dat impact op de uiteindelijke grondwetteksten?
Het hoeft geen impact te hebben op de grondwetstekst. Ja, ik begrijp dat je nog graag een wijziging voorstel zou hebben voor de grondwet. Dat hoef ik helemaal niet te horen. Op dit punt kan ik helaas niet... Ik kan je wel erin steunen. Kijk, in principe is het zo dat de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden heeft heel loyaal altijd elke Europese verdragswijziging gesteund. In grote breedheid sinds de jaren 50. Het is ook zelfs zo dat eigenlijk de hele EU is eigenlijk een Nederlands concept. Want je had eerst de Benelux. Ja, je had de Benelux. Dat was waanzinnig succesvol. Toen hebben we gezegd, nou, dat gaan we ook in Europa organiseren. Bovendien hadden wij de Unie van Utrecht. Eigenlijk het hele EU-project is een puur Nederlands product. Wij hebben ook trouwens de Declaration... Weer een succesvol Nederlands exportproduct. Ja, precies. Wij hebben ook trouwens de hele Verenigde Staten van Amerika gecreëerd met onze Declaration of Independence. Maar dat zal ik je nu niet... Maar goed. Maar nu wil ik naar artikel 90. Er staat in artikel 90 van de grondwet, want Lennart wil natuurlijk graag een grondwetswijziging. In artikel 90 staat, de regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde. Dat staat in artikel 90. Nou, dat doen we dan ook. Mijn suggestie zou zijn, de regering bevordert de ontwikkeling van de internationale en Europese rechtsorde. Dan ben je klaar. Want dan zit Europa in onze grondwet. Dan zijn we Europa rechtsfreundly. En dan kunnen we ook tegen de kiezers zeggen, nou, wij doen gewoon aan Europa. Europa is onze toekomst. Dat vinden we leuk. Een beetje geld verdienen trouwens ook daar. Hè? Het kan eigenlijk met één woordje. Ja, het blijkt nog makkelijker te kunnen dan een grondig debat tijdens de verkiezingscampagne als je het woordje aanpast. Maar nee, tuurlijk, dat zou misschien in de verre toekomst een optie zijn, maar ik denk dat je eerst daar een serieus debat over moet voeren. Goed, maar jouw punt blijft dus, eigenlijk is het discussiëren over bijvoorbeeld een verkiezingscampagne gericht op de nationale verkiezingen, moet eigenlijk direct te linken zijn aan een Europees debat. Omdat vervolgens alle consequenties daarna anders voor kiezers niet zichtbaar worden gemaakt. Nou ja, je moet op zijn minst inzicht krijgen in welke richting de verschillende politici vinden dat de Europese Unie zich moet ontwikkelen. He, dat mogen alle richtingen zijn. Als we het maar weten, dan kunnen we daar een geïnformeerde keuze over maken. Zodat niet daarna diezelfde politici weer zullen zeggen, kijk wat Brussel allemaal doet, daar zijn wij tegen. Ja, maar hallo, je bent het zelf in Brussel. En wij hadden nou graag geweten in maart van 2017... Op wie ik had moeten stemmen om wat te doen in Brussel. Dat is het punt. Oké. Ik wil jullie beiden bedanken. Wij gaan zo meteen eens kijken of dat dan ook geldt voor binnenlandse politieke aangelegenheden bij het volgende debat. Dank jullie wel. Bastiaan Rijpkema en Jan-Willem Sap. Ja. Wij hebben, dames en heren, Sjaan Flikweert gevraagd om elke keer te reflecteren op zo'n gesprek als wat we zojuist hebben gevoerd. Zij is een spoken word artiest en zij gaat proberen eens even samen te vatten wat de kern van dit gesprek is. Ik ben benieuwd. Sjaan Flikweert, ga je gang. Nou, ik heb wel voorbereid wat ik ga doen. Nou, dus ik zou zeggen bars los. Ja, dank u wel. Goedenavond. Ik denk dat veel mensen zich niet vertegenwoordigd voelen. Ik denk zelfs dat veel mensen zich een voorwaardelijke Nederlander voelen. Je bent Nederlander mits je. Je mag meedoen, meetellen, meedraaien, ook wat te zeggen hebben als. Misschien. Wacht even. Ik heb ook kennissen van jouw soort. Jij mag blijven. Wacht, wacht, nee, toch niet. Zo keurig aangepast als, mits, dit wel, dat niet. Doe normaal, pleur op. Doe eens iets leuks. Ik ga mijn excuses niet maken. Tijdgeest, dat doen wij hier niet in Nederland. Pleur op. Marokkaanse jongeren, getinte man, pleur op. Voorwaardelijk, voorwaardelijke Nederlander. Pas je aan. Pas je een beetje aan. Je mag hier zijn, maar wel onder onze voorwaarden. Hoofdstuk 1, buurman. Ik vraag me af hoe de lucht rook. Mijn buurman weet het. Hij weet hoe de lucht rook voordat de geur van kruid zijn keuken binnendrong. Hij weet welke brokstukken hiervoor de snoepwinkel was waar hij en daarvoor zijn ouders kind konden zijn, nog even. En al die herinneringen zijn verdwenen. Dag buurman, hoe gaat het? Zijn moeder schotelt hem dagelijks dagdromen van vroeger voor, linzen. Bitter van verlangen. De tijdreis maakt de realiteit des te harder, maar stoppen met koken lost niets op. Bommen zullen niet minder vallen. Nu het zomer is, staat zijn raam altijd open en zo dringen de herinneringen ook door in mijn mond.
rust op mijn tong. En hoe zijn waterpijp brandt bij mij. De vraag, waar komt hij vandaan? Dag buurman, hoe gaat het? Hoeveel dagen voordat een mens zijn moedertaal vergeet? Hoeveel nachten voordat een mens kan slapen en weet, ik word morgen veilig wakker? Daar fietst buurman. Hey buurman, waar gaat u heen? Eigenlijk wilde ik vragen, waar komt u vandaan? Eigenlijk wilde ik zeggen dat ik welkom heet. Dat ik thee zet om hem koud te laten worden, zodat we kunnen praten. Want ik wil niet dat jij vergeet wie je bent, waar je vandaan komt en hoe de lucht rook voordat de geur van kruid de keukens binnendrong. En bovenal wil ik niet dat jij denkt dat je niet welkom bent. Sjaan Flikweert, dankjewel. Wij gaan weer luisteren naar Baki Jamane en Vincent Arp. En dat geeft jullie ook weer de gelegenheid om eventjes heen en weer te schieten naar bar of toilet. Tot zo. I wish I knew how it feels to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear.